Welkom bij het Nationaal Gesprek over Vrijheid. We hebben eigenlijk, was het lang geleden dat we collectief zo'n bevrijdend gevoel hebben gevoeld. We hebben zelden zo'n bevrijdend gevoel gevoeld dan toen dit jaar de coronaregels werden afgeschaft. Maar kunnen we onszelf wel eigenlijk zo vrij rekenen met een toeslagenaffaire, een woningcrisis en een oorlog in Europa? We gaan het vandaag, normaal gesproken zeg ik dat het een intergenerationeel gesprek is, een gesprek tussen twee generaties. Dat is dit keer niet echt het geval, want we hebben hier te maken met de jongst zittend Kamerlid die hier vandaag met jullie komt praten. Dan wil ik nu onze gast naar voren vragen, Hafsa Moederhoop, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Dus de jongst zittende, zoals ik zei, geboren in Addis Abeba in Ethiopië, opgegroeid in Wommels in Friesland. En wellicht kennen jullie hem ook wel als presentator van Klokhuis, wat hij hiervoor was. Een warm applaus voor Hafsa Moederhoop. Welkom. Goedemorgen. Ja, er werd al eventjes kort ingeleid dat je een speciaal verhaal hebt. Beïnvloedt dat ook hoe je kijkt naar vrijheid? Ja, ik denk dat ik me iets meer realiseer hoe bijzonder het is dat wij zo'n vrijheid hebben in Nederland. Het werd al een beetje verteld, ik ben er zelf geboren in Ethiopië, Addis Ababa. En toen ik 4 weken oud was, ben ik te vondeling gelegd in een cafeetje. En mijn moeder, waarvan ik niet weet wie ze was of wie ze is, ik weet niet of ze ook nog leeft, haalde een bak koffie in een cafeetje. En toen de barman koffie zette en zich omdraaide, was mijn moeder weg. En toen zat ik nog aan de bar. En toen ben ik door 2 politieagenten meegenomen naar het dichtstbijzijnste weeshuis. Ik heb het geluk gehad dat toen ik 8 maanden oud was, dat ik ben geadopteerd door twee Friese ouders, 2 hele lieve ouders. Ik ben terechtgekomen op een boerderij in Friesland, echt een melkveehouderij. Dus eigenlijk de traditionele Fries achter de koeien aan met een overal aan. Zo ben ik opgegroeid. Dat denkt niet iedereen als die mij ziet. In die vrijheid opgroeien en gewoon kunnen worden wie je wilt zijn, dat was voor mij niet heel vanzelfsprekend als je ziet hoe mijn eerste maanden eruit zagen. Ja. En dat maakt wel dat ik dat misschien iets meer doorheb dan iemand die gewoon hier in Groningen is geboren, die het misschien niet altijd even goed heeft, maar wel gewoon leeft en geboren is in een vrije samenleving. Dan heb je dat misschien iets minder snel door. Dus ik realiseer me dat wel heel erg. Merk je dat andere mensen dat soms wat minder snel doorhebben? Nou, ik... Of voor liefnemen misschien? In Nederland kunnen echt heel veel dingen beter. Ik bedoel, onze generatie en jullie hebben het op dit moment niet heel erg chill of zo. Als je op bent gegroeid in een tijd waarin je ouders het eigenlijk vroeger beter hadden dan dat wij het nu hebben. Kom nu maar eens aan een betaalbare woning. Als je net klaar bent met je opleiding zometeen, ja, kom maar eens aan een fijne vaste baan met een goed salaris. Dus er gaan heel veel dingen niet goed en zijn echt niet fijn voor onze generatie. Maar we leven wel in vrijheid. Ja. En hoeveel dingen er ook beter kunnen, is het wel goed om je elke keer te realiseren dat Nederland toch wel een heel prettig land is om in te wonen. Terwijl ik ook vind dat er 100 dingen beter moeten. Daarom zit ik ook in de Kamer. Mm-hmm. Maar ja, als je het vergelijkt met heel veel andere landen, hebben we het hier echt allemaal niet zo heel erg slecht. Ja. Wat is het kaatsen? Kaatsen? Kaatsen, dat is een Friese sport. Dat werd heel veel gedaan in het dorpje waar ik ben opgegroeid. Ik kan het ook heel moeilijk nadoen. Maar je slaat een bal op en iemand probeert hem terug te slaan. Klinkt heel saai. Het is echt heel leuk. Er zijn heel veel feestjes ook na de tijd en gezelligheid. Dus dat heb ik gedaan. Heel veel toen ik jong was. Okay. Ik ben op zich nog steeds jong. Maar, kaatsen, ja. Kaatsen of politiek? Ik vind kaatsen wel leuker en gezelliger. Ja, ja. Maar ik voetbal ook. Dus ik doe niet alleen kaatsen. Okay. Ja. Daar was ook een vraag over. Maar dan mag je zo meteen uitgebreider over praten hoe dat dan in zijn werk gaat. Heb je het gevoel dat je vrij kan zijn nu je politicus bent? Waarbij je ook je op een bepaalde manier moet gedragen, denk ik dan. Ja, ik ben wel minder vrij sinds ik in de politiek zit. Toen ik in de gemeenteraad zat, viel dat nog wel mee. Er waren ook heel weinig mensen die wisten wie er in de gemeenteraad zitten. Ik denk dat heel veel van jullie wel weten wie Geert Wilders is en Mark Rutte is, maar niet per se wie de wethouders in Groningen zijn of de gemeenteraadsleden voor de verschillende partijen. Dus dan ben je wel nog wat minder bekend. Toen heb ik eigenlijk maar 1 keer gehad dat ik merkte, mijn vrijheid staat toch ook wel een beetje onder druk. Dat was in 2019,
hebben jullie wel een beetje meegekregen, ook in Groningen neem ik aan, de Black Lives Matter demonstraties die toen ontstonden. En ik heb heel lang getwijfeld, moet ik daar nou naartoe gaan? Want ja, ik was de enige zwarte politicus in Friesland. Dus ik voelde wel zelf de plicht om daar naartoe te gaan. Maar ik wist ook, als ik hier naartoe ga, gaat er gewoon superveel gezeik van komen, wat ik ook ga zeggen. Maar ik vond toch dat ik daar moest zijn. En toen, ben je er ook als spreker naartoe gegaan? Ja, ja, en toen heb ik mij uitgesproken tegen Zwarte Piet. En dat lag heel gevoelig in Friesland. En ik denk dat dat op heel veel plekken in Groningen ook nog wel gevoelig ligt. Maar ik vond het wel belangrijk om het te zeggen. Maar toen kreeg ik die avond echt 50 mailtjes die niet heel aardig waren. En waar ook wel behoorlijk wat racistische dingen in stonden. Toen dacht ik wel voor het eerst, oh ja, je kunt als politicus niet altijd zeggen wat je wilt. Zonder dat je daar op een manier op wordt aangevallen die ook best wel dreigend kan zijn. Niet dat ik bedreigd ben of dat er een steen om eruit is gegooid, dat niet. Maar ja, als iemand echt hele racistische dingen in een mail zet en ga terug naar Afrika, weet ik veel wat allemaal, terwijl ik gewoon een Friese boerenzoon ben, dan doet dat je wel wat. Ja. Dus toen dacht ik wel voor het eerst, voel ik me er wel comfortabel bij om dat nog een keer te doen. En ik heb er achteraf geen spijt van dat ik het heb gedaan. Maar je gaat er wel extra over nadenken. Zou je het nog een keer doen? Ja, ik zou het nog wel een keer doen. Maar je moet wel je goed realiseren dat mensen ook af en toe dingen niet leuk vinden dat je dat zegt. En dat mag ook. Maar en ja, hoe voelde je toen je die berichten binnen zag komen? Mijn eerste reactie was, ach ja, wat kan het me schelen? Het is waarschijnlijk een of andere oude man zonder vrouw of zo die zich alleen voelt. En die loopt te mailen naar een jongetje van 22 jaar en die vindt dat heel cool. Daar ga ik me niet te veel van aantrekken. Maar ik lag er toen toch wel even wakker van. Ja. Dus het deed me achteraf toch wel meer dan dat ik de rest wilde. Je lag er echt wakker van? Ja, ik lag er wel even wakker van. Ja, ja. Ja. En waarom vond je het toch belangrijk om je uit te spreken? Politiek gaat er uit echt om dat je zegt wat je vindt en wat je voelt. En dat je daardoor niet laat tegenhouden wat andere mensen daar ook van vinden of van zeggen. En ja, dat wordt wel steeds moeilijker. En ik heb daar eigenlijk niet eens zo heel veel last van, hoor. Maar als je kijkt hoe mensen als Hugo de Jonge, Mark Rutte, Pieter Omtzigt, hoe die bedreigd worden, Geert Wilders ook. Ik denk dat jullie begrijpen dat ik niet per se de grootste fan ben van Geert Wilders. Maar ik vind wel dat hij moet kunnen zeggen wat hij wil en daarbij niet bedreigd. Waarom ben je niet per se de grootste fan van? Misschien begrijpen ze dat wel helemaal niet. Laat ik het zo zeggen. Geert Wilders, als die het voor het zeggen had, weet ik niet of ik hier wel op deze manier gezeten had. Dus ik denk dat hij... als het aan hem lag, waren een aantal mensen van deze die hier in de zaal zitten ook niet per se welkom geweest. En dat is niet de samenleving waar ik in wil leven. Maar ik vind wel dat hij het recht heeft om zijn politieke mening naar voren te brengen. Daar zitten grenzen aan. Maar als hij de hele dag 24/7 al 20 jaar bedreigd wordt, ik vind dat niet kunnen. Dat in de Nederlandse politiek gebeurt, ondanks dat ik het totaal niet met hem eens ben. Maar ja, dat is wel de realiteit en het gebeurt steeds meer. Laatst ook nog een man met een fakkel die bij Sigrid Kaag thuis kwam. Ja, dat is gewoon doodeng. Ja. En dat moeten we niet willen. Laten we even dus naar de zaal gaan. Wie is Jurjen de Wit? Oké. Dan geef ik eventjes deze. Ik weet niet, ik ben niet heel goed in gooien, dus het gaat waarschijnlijk niet de hele tijd goed. Je had een vraag. Ik heb eigenlijk je vraag gestolen. Je vraag was namelijk wat vrijheid voor hem betekent. Ja, dat klopt. Maar misschien kan ik... het is belangrijk volgens mij met die box dat je een beetje dichter in praat. Echt, ja, ja. Zo, ja. misschien kan ik het eventjes aan jou vragen wat vrijheid voor jou betekent. Moet ik even mijn telefoon erbij pakken? Ja, weet je niet? wat ga je zoeken dan op je telefoon? Ja, heb ik het opgeschreven. Voor mij is vrijheid geen oorlog in de wereld en zelf mijn keuzes kunnen bepalen. Oké. Dus gewoon mijn ding kunnen doen en gewoon geen oorlog in de wereld en zulke dingen. Ja. Zoals wat er in Oekraïne gebeurt en zo. En heb je het gevoel dat je vrij kan zijn? Ja, op zich hier wel. Ik heb niet echt last of zo dat ik niet mezelf kan zijn of vrij kan zijn. En is er ook wel eens een moment geweest dat je dacht van nu voel ik me niet vrij? Nou, met dat Oekraïne en met dat toen een paar jaar terug met dat gezeik met Trump en Rusland was er wel echt een tijd dat ik dacht van nou nu konde dat de wereld in ondergang gaat. Maar tot nu toe gaat het nog wel prima. Dat is mooi. En klopt het ook dat naast je Colin Bain zit? Dat klopt. Wat was jouw vraag? Hoi. Hallo.
ik had als jij vraag... Jij mag wel wat dichter in praten, hoor. Als vraag had ik, hoe hebt u het zo ver geschopt? Goede vraag. En ik ga eerst ook nog even in op wat Jurriën zei. Want ik, ja. Wat vrijheid voor mij ook betekent, is dat je kunt worden wie je bent. En dan kom je ook uit bij de vraag van Colin. Ik ben opgegroeid. Mijn ouders waren niet heel rijk, maar we hadden het gewoon goed. Dus mijn ouders konden me altijd bij de voetbaltraining brengen, bij school brengen, bij de debatclub waar ik op een gegeven moment bij zat. Dus ik heb altijd kunnen doen wat ik wilde. Maar daarbij heb je wel nodig dat je ouders je daar ook met de auto kunnen brengen. Dat je in een fijne financiële situatie zit thuis. Dus wat ook belangrijk is bij vrijheid, is dat je de bestaanszekerheid hebt dat je kunt doen wat je wil. Maar ja, als je ouders amper het eten kunnen betalen op een dag, ja. Dan komen ze er ook niet aan toe om jou daarbij te helpen. Dus vrijheid is ook financiële onafhankelijkheid. Dus dat je echt kunt doen wat je wil. Dus dat hoort er ook bij. Dus ik denk dat heel veel mensen in Nederland wel vrij zijn doordat er geen oorlog is. Maar niet altijd vrij zijn omdat ze in armoede opgroeien. En ik denk dat dat ook wel goed is om je te realiseren dat je wel minder vrij maakt. Dus dat nog even op jou, Jurriën. En dan Colin, jouw vraag. Ik ben op een middelbare school hadden wij een debat. Dat was bij 4 HAVO hadden we altijd een schooldebat. En elke klas mocht een politieke partij zijn. En mijn klas was de laatste die toen die week maatschappijleer had. En toen was er nog maar 1 politieke partij over. En dat was de PVV. wij moesten de PVV zijn. Ik had toen een witte pruik meegenomen. Die heb ik op mijn hoofd gedaan. En toen heb ik Geert Wilders nagespeeld. En de meest racistische dingen die je maar kunt bedenken heb ik toen naar voren gebracht. En ik vond dat heel leuk om te doen. Hoe erg ik het ermee oneens was, vond ik het wel leuk om te discussiëren en me te verplaatsen in iemand anders zijn mening. Ontdekte toen, dat is echt leuk om met mensen te discussiëren, ook als je het niet met elkaar oneens met elkaar eens bent. En toen ging ik meedoen aan steeds meer debatwedstrijden. En toen won ik op een gegeven moment de speechwedstrijd. Toen ben ik gevraagd om raadslid te worden bij mij in de gemeente. En dat ging zo goed dat ik bestuurskunde ging studeren. En dat ik op een gegeven moment gevraagd werd om de Kamer in te gaan. Nou, dan moet je op een kandidatenlijst, daar moet je je verkiesbaar voor stellen. En toen kwam ik op plek 9 terecht. En bij de Tweede Kamerverkiezingen kreeg de PvdA 9 zetels en ik zelf 10.000 stemmen. En zo kwam ik in de Tweede Kamer, ondanks dat ik nog maar 24 ben. Dus dat was wel, was wel supercool. Ja. Dus eigenlijk is het ook, hoe komt het dat je zo ver hebt geschopt? Ook wel omdat je het heel erg leuk vond. Ik vond het heel erg leuk en ik heb ook wel het geluk gehad dat ik gestimuleerd werd door mijn omgeving. Dus dat ik toevallig op een school zat waar wel dingen met politiek werden gedaan en dat ik erachter kwam dat ik het leuk vond. Terwijl ik daarvoor eigenlijk alleen maar met voetbal en meisjes bezig was bijvoorbeeld. Ja. En niet per se met politiek, maar dat je daar gewoon dan achterkomt. Ja. Dat is wel heel leuk en een verrijking. En daardoor is het gelukt om in de Kamer te komen. Ja. Ja. En jullie zitten hier met z'n tweeën zo heel netjes vooraan. Volgens mij omdat jullie leraar dat aan jullie gevraagd heeft. Ja, dat was verplicht. Ja. En kan je ook vertellen waarom dat verplicht was? Nee, wij werden uitgekozen om de vraag dus aan u te stellen. En daarom zitten wij dus vooraan. Oké, want jullie leraar kwam net naar jullie toe dat jullie in de klas een discussie hadden gehad naar aanleiding van een opmerking die jullie gemaakt hadden. Toen jullie zagen dat Hatte Moeder Hoop hier zou komen. Ja. De opmerking was, die Zwarte Piet. Geloof ik. Klopt dat? Dat hebben wij niet gezegd. Oké, dat hebben jullie niet gezegd. Nee. Oké, want ik wil je niet voor het blok zetten. Alleen ik dacht wel van, misschien is het goed om in plaats van dat jullie hier zo netjes vooraan zitten en jullie goede vragen stellen, ook een beetje met elkaar in gesprek te gaan of jullie wat geleerd hebben van de discussie die jullie toen in de klas hebben gevoerd naar aanleiding van jullie opmerking. Ja. En hebben jullie iets geleerd van die discussie? Hoe ging die discussie? Wat hebben jullie gedaan in de klas? Nou ja, bij mij vloept het er zeg maar gewoon te snel uit. Dus ik heb er niet echt over nagedacht wat ik op dat moment zei. Ja, we wisten ook niet echt wat het was. We wisten ook, er was gewoon de kwaad op het bord. En er was al een beetje... Willen jullie een beetje stilstaan achterin? Ik hoef eens allemaal gefluisterd. Het was een beetje gegrapt in de klas. We wisten ook niet waar het over ging. Dus toen werden er wel opmerkingen gemaakt. Gewoon wat meestal ook wel gebeurt. Maar we wisten niet echt dat er iets ging gebeuren. Eigenlijk was het echt eerst een paar minuten van de klas. Dus ja. Ja. We wisten ook niet echt dat we überhaupt hier een gesprek over vrijheid zouden hebben. Ja. Dus. En
En wat vond je achteraf gezien van jullie eigen opmerkingen? Ja, niet zo slim achteraf. Maar denk je ook dat het was alleen grappig? Of vind je het achteraf gezien ook misschien niet zo grappig? Of ja, hoe ging die discussie? Nou, het was niet echt een discussie, maar het was gewoon een opmerking die bij ons werd gehoord. Tenminste, iedereen was wel mee aan het lullen. En dan hoorde meneer net dat het bij ons ook wat wegkwam. Dus daarom werden wij uitgekozen. Ja. Hoe luister je daarnaar? Nou ja, ik zeg ook wel eens in een voetbalkantine iets waarvan ik denk, als dit opgenomen wordt, dan heb ik ook een probleem, denk ik. Mm-hmm. Ik denk dat iedereen soms wel dingen zegt waar hij achteraf een beetje spijt van heeft. Of net even te snel iets eruit vloept. Ja. Dus dat is helemaal niet erg. En dat kan gebeuren als je realiseert dat het soms kwetsend over kan komen. Dat is op zich helemaal niet het geval, hoor. Ik denk dat het ook goed is. En om goed ook je in elkaar te verdiepen. Dat is heel belangrijk. En dat is ook een van de dingen die we volgens mij vandaag doen. Ja, en ik vind het eigenlijk wel heel fijn, want toen de leraar dat net zei, toen werd ik een beetje zenuwachtig. Want toen dacht ik van, oh, voor wat voor groep kom ik vandaag te zitten? Maar daarom ben ik wel blij dat jullie hier vooraan zitten en de eerste vragen zo open hebben gesteld. Want ik heb hier nu wel een goed gevoel van deze school inmiddels. En denk dat we een mooi gesprek gaan voeren. Om een beetje warm te draaien heb ik 3 stellingen bedacht. Dus ik dacht van, misschien kunnen we, het zijn eens en oneens stellingen. En misschien kunnen we om de beurt dan gaan staan als je het eens bent. En gaan staan als je ermee oneens bent. Dan zeg ik wel eens en oneens. Loopt net de persoon uit de ruimte die naar de volgende slide kan gaan. Zou je naar de volgende slide willen gaan? Nederlanders zouden vanaf 16 jaar moeten kunnen stemmen tijdens de verkiezingen. Wie is het daarmee? Laten we beginnen dit keer dan met oneens. Ja, je mag gaan staan, zeg maar. Oké, jullie zijn er oneens. Je moet niet kunnen stemmen vanaf je 16e. Wil je me, Jurjen, teruggooien? Dankjewel. Oké. Ik ga de bal naar iemand gooien, naar jou. Jongens, eventjes weer klassikaal, zoals ze dat zeggen. Want dan gaan we horen waarom iemand het hiermee oneens is. Wil je ook je naam vertellen en wat je studeert? Ja, ik ben Hassan, ik studeer technische engineering. Mm-hmm. En ik denk niet vanaf 16 jaar stemmen, omdat de meeste jongeren niet weten waar de wereld ligt. En mm-hmm. Waar het land speelt. Dus dan kunnen ze verkeerde keuzes maken. Je denkt eigenlijk dat 16-jarigen nog niet helemaal bevoegd genoeg zijn om te stemmen. Ja. Vind je jezelf bevoegd genoeg om te stemmen? Hoe oud ben je nu? Ik ben 17. En heb je het gevoel van dat je weet op wie je zou stemmen als je zou mogen stemmen? Nee, ik heb er niet over nagedacht. Denk je dat dat gevoel wel komt als je ouder wordt? Ja, ik denk het wel. Oké. Dankjewel, Hassan. Nog één iemand. Ik ga met een roze broek aan. Ik zie je de andere kant op kijken van nee, ik wil niet. Oké. Ja. Ik ging niet. Waarom denk je dat we niet vanaf 16 jaar moeten stemmen? Nou, ik denk dat je niet vanaf 16 jaar moet stemmen, omdat je gewoon nog niet die keuze kan maken. Omdat je soms wil je iets en later, op een latere leeftijd denk je, ja, waarom heb je dat gedaan? Mm-hmm. Dus ik denk dat het slimmer is om vanaf 18 te doen, omdat je dan meer dingen beseft in de wereld. En Okay. meer om je heen beseft. Dankjewel. Wat is jouw naam ook? Ja. Wat is jouw naam eigenlijk? Naomi. Naomi, Okay. Dan gaan we naar wie het wel mee eens is dat je vanaf 16 zou moeten kunnen stemmen. Mogen die mensen ook weer gaan staan? Oké. 1 docent is het er mee eens. Dat is het voordeel als je vooraan zit. Hè? Hoef je niet zo ver te gooien. Nee, ik denk dat het heel goed is juist dat je juist ook de jeugd erbij betrekt. Mm-hmm. En we kunnen wel zeggen van we weten het niet. Maar als je er ook niet mee te maken hebt, dan weet je het ook niet. Dus het is beter om daar te investeren. Juist van zo vroeg mogelijk informatie erover geven. En juist de jeugd erbij te betrekken. Ja. Dankjewel. Haptemoe, wat vind jij? Ja, ik vind het zo grappig, want ik heb dit al heel vaak meegemaakt dat deze stelling komt. En dat dan bijna alle jonge mensen zelf zeggen, ja,
we zijn er nog niet klaar genoeg voor. Als ik 18 ben, dan zie ik het wel. Mm-hmm. En dat vind ik eigenlijk heel erg gek. Want de meeste, heel veel oude mensen die ik spreek, die hebben echt niet per se meer verstand van politiek dan jonge mensen van 16 jaar. Er zijn heel veel mensen die achteraf ook spijt van hun stem hebben, omdat ze toch dachten, had ik toch maar op een andere partij gestemd. Dus jongeren gaan er op een of andere manier altijd vanuit dat ze minder recht van spreken hebben dan oude mensen. Of oude mensen, ik wil daar niemand niet uitbreiden, maar in ieder geval oudere mensen. Terwijl ik dat eerder andersom vind. Want politiek gaat over beslissingen voor de toekomst. Dus dat gaat over het klimaat, gaat over onderwijs. Het gaat over ontzettend veel dingen die jongeren hun hele leven nog raken. Dus waarom zou bijvoorbeeld iemand die 65 is geweest, die met pensioen is, die niet meer werkt, meer recht hebben om te stemmen dan iemand die waarschijnlijk nog 50 tot 60 jaar te leven heeft? Betekent dan dit dan ook dat jij voor de stelling? Ik ben 100% voor deze stelling. Maar ik vind wel dat wij op school veel meer jongeren mee moeten geven over de politiek. Want of je het nou leuk vindt of niet, als jij je niet met politiek bemoeit je wel met jouw leven. Elke dag weer. En af en toe heb je het minder door dan in de coronatijd. Dan is het heel zichtbaar, dan voel je het elke dag. Maar op andere vlakken, het gaat ook over of jouw voetbalvereniging kunstgras krijgt. Het gaat over de stoep bij jou in de buurt. Het gaat over de speeltuin. Het heeft allemaal met politiek te maken en het speelt elke dag in je leven. En ik vind dat wij jongeren moeten voorbereiden dat ze op hun 16e kunnen stemmen. Maar ik vind dat iemand van 16 jaar minstens zoveel stemrecht heeft als iemand van 70 en misschien wel meer. Ja, ik zie al de jongen in het debatclub. Gaan we naar de volgende stelling. Tijdens de coronacrisis heeft de politiek genoeg aandacht gehad voor jongeren. Wie is het daarmee eens? En dan mag degene die eens is, mag weer het gaan staan. Ik heb niet het ik idee heb de makkelijke dat het, de stellingen zijn gemaakt. Iedereen is het met elkaar. Oh, één? Ja? Oké, daar gaan we hoor. Ja, ik ben het wel met deze stelling eens. Waarom? Je kijkt natuurlijk een beetje naar de wereld door je eigen bril. En ik geloof dat ik een beetje in die oude, grijze, oudere mannengroep val. Dus dan zal ik ook wel door die bril kijken. Maar als ik kijk hoeveel geld wij bijvoorbeeld als Alfa-college hebben gekregen om allerlei maatregelen te nemen, om jongeren bij het onderwijs te betrekken, om voor de stagebegeleiding extra dingen te doen, om ze op te vangen, die kwetsbare jongeren. Coronatests die gratis waren af te halen bij de servicepunten. Dat waren allemaal besluiten die door de politiek genomen zijn. Ja, en wat is genoeg? Ik snap ook heel goed als je jongeren bent. Ja, dat wacht, je dan gaan dat we je, kijken wat ze denken. Ja. Dat je dan denkt van het is niet goed genoeg. Maar dat heeft voor iedereen gegolden, niet alleen voor jongeren. Dank je wel. Oké, dan ga ik nu denk proberen om zo meteen een beetje achterin te gooien. Wie is het ermee oneens? Oké. Ja, maar er zijn ook misschien ook mensen die geen mening hebben. Oké. Wil jij misschien voor mij gooien? Jij hebt voetbal gedaan. Een beetje achterin. Oké. Ja, misschien kunnen de twee mannen voor je weer gaan zitten. Zodat jij nog alleen staat. Iedereen mag weer gaan zitten. Dan kan jij, behalve degene met de microfoon in de hand. Ja, oneens. Vertel. En wil je jezelf ook even voorstellen? Ja, ik ben Naomi. Maar ik heb. Ja. Nee, ik ben het er niet meer eens, maar ik kan er niet heel veel over zeggen. Nee? Nee. Wil je dan misschien een beetje die kant op gooien? Dan kijken of er nog iemand is die er wel met wat. Eén, twee, drie. Oké, niemand wil hem vangen. Nou. Ja. Ik ben Rosien. Mm-hmm. Nee, ik denk niet dat ze in de politiek genoeg aandacht hebben gehad voor de coronacrisis. Omdat we ook best wel veel depressieve jongeren zijn tegenwoordig. Door de coronacrisis en doordat we de hele tijd thuis moesten blijven zitten. Mm-hmm. Ik denk niet dat er genoeg coronamaatregelen waren. En dat ze best ook hadden kunnen kijken wat ze nog meer voor de jongeren kunnen doen. Heb je het ook ervaren om je heen dat de mensen depressief waren? Ja. En hoe ervaren je dat? Mijn zusje heeft ADHD, dus die is sowieso heel erg van een structuur in haar leven, zeg maar. En die kreeg ze niet door corona en daardoor werd ze wel een beetje down. Niet depressief of wat dan ook, maar wel gewoon wat minder. En wat waren maatregelen die de politiek volgens jou hadden kunnen nemen?
Oh, daar heb ik nog niet over nagedacht. Oké. Okay. Heb jij erover nagedacht? Ja, en ik ben het zelf ook oneens met de stelling. Ik vind dat er ook niet genoeg aandacht is geweest voor jongeren. Wat heel lastig is, is dat... het is natuurlijk gewoon zo dat de besmettingen heel erg groot waren. Dat de ziekenhuizen overstroomden, dus dat er maatregelen moesten komen. Maar ik denk, als ik één ding moet noemen waar ik spijt van heb gehad, dat wij daarvoor hebben gestemd, was de avondklok. Ja. Ik denk achteraf dat dat gewoon niet had gemoeten. Dat het gewoon een maatregel was die te ver ging en die vooral ook jongeren trefte. Want als je een drukke dag hebt gehad, wil je nog een biertje drinken met je vrienden. Wil je toch het nachtleven nog een beetje opzoeken. En dat kan niet alles, maar ik denk achteraf dat de avondklok gewoon jongeren zoveel harder heeft geraakt dan de rest van de samenleving, dat dat gewoon achteraf niet een goed besluit is geweest. Dus dat dat niet had gemoeten. En ik vind dat we veel meer mogelijk hadden moeten maken dat jonge mensen toch naar school konden. Ik denk dat heel veel docenten super hard hun best hebben gedaan om nog online die les op zo goed mogelijke manier vorm te geven. En dat is heel veel werk geweest en is super goed gegaan. Maar het is gewoon wel heel erg schadelijk als jonge mensen elkaar te lang niet zien. Heel veel mensen zitten nu nog thuis. We hebben veel meer thuiszitters dan voor de coronacrisis. En jongeren gewoon, nog steeds thuis zitten omdat er geen... Ja, relatief heel veel jongeren. 20-30% meer die thuis zitten na de coronacrisis dan dat het daarvoor het geval was. En eenzaamheid, depressies. 1 op de 5 jongeren heeft erover nagedacht om zelfmoord te plegen. 1 op de 5. Ik kan het gewoon bijna niet geloven. En ik heb zelf ook, een van mijn beste vriendinnen heeft ook een poging gedaan. Dus ja, ik heb dat ook om mezelf heen gezien. En ik vind... Heb je het gevoel dat ook daarmee te maken had? Ja, dat had er gewoon mee te maken. Eenzaamheid, tegelijkertijd een beetje stress of het wel goed kwam met de studie, omdat het ook moeilijker werd. Mm-hmm. En zo zijn er heel veel jongeren die misschien niet allemaal een poging hebben gedaan of depressief waren, maar... Ik denk dat heel veel van jullie zich wel een aantal keer eenzaam hebben gevoeld. Als ik voor mezelf spreek, ben ik ook wel een aantal keer down geweest. Terwijl ik normaal gesproken heel erg vrolijk en gezellig ben. Maar ja, je ziet gewoon veel minder mensen. En jongeren praten daar vanuit zichzelf ook al wat minder over. Dat kan soms best nog wel eens wat beter. En ik vind dat wij in de coronacrisis heel erg veel van jongeren gevraagd hebben. Terwijl relatief weinig jongeren natuurlijk ziek of heel ziek zijn geworden. Dus ik vind nu moeten wij ook extra investeren in jongeren, omdat zij gewoon extra hard geraakt zijn in de coronacrisis. Ja. En moeten we nu meer compenseren dan de andere groepen, omdat dat gewoon heel veel van ons gevraagd heeft. Ja. Oké, wil ik graag naar een vraag, dankjewel, van Sanne Smit. Is die daar aanwezig? Maar deze ook nog terug? Misschien kan jij hem zo meteen naar Sanne gooien. Ik weet alleen niet wie Sanne is, dus... Oké. En misschien kan je een paar stappen naar voren doen, zodat je een beetje meer in het licht staat. Leuk. Ja, nu zien we je beter. Ja. Wat is je vraag? Ja, weet ik niet meer. Nee? Nee. Oké, de vraag was, waarom heeft u de switch gemaakt van het klokhuis naar de politiek? Dat hebben wij niet gevraagd. Nee? Nee. Oh, er staat hier achter je naam. Is er nog eens Anne Smit? Oh. Oké, weet je niet meer. Nou, maakt niet uit. Ik vind het een goede vraag, dus vertel. Goed gedaan. Dankjewel voor je goede vraag, Sanne. Ik ben toen ik 19 was, studeerde ik journalistiek in Zwolle. En toen kwam ik erachter, ik was aan een programma aan het presenteren, eigenlijk in dezelfde soort setting met een presentator van het Jeugdjournaal. Dat vond ik gewoon best wel heel erg leuk om te doen. En die vertelde mij dat er toen ook een sollicitatie open stond op het klokhuis. En die zei tegen mij, ik denk dat jij dat wel zou kunnen. Nou, een heel sollicitatieproces gedaan. Je moet allemaal screentests doen voor een camera, allemaal oefeningen. En van de 1400 mensen werd ik de nieuwe presentator. Mm-hmm. Dus dat was echt super cool. En ik vond het heel erg leuk. Alleen, het klokhuis is een heel leuk programma. Je gaat door het hele land. Het gaat van... een spekjesfabriek in Harlingen en een snackautomatenfabriek in Geldrop. Gaat het een andere aflevering, ging het ook bijvoorbeeld over depressies. Dus het is heel divers en je gaat het hele land door en het is super cool. Maar ik kreeg elke keer een script en dat mocht ik voorlezen en dat was eigenlijk mijn rol. Dus ik voelde me meer acteur dan echt presentator. Terwijl ik het juist heel erg leuk vind om in de inhoud te duiken en te kijken wat kan het nou beter en juist zelf daar wat actiever op de inhoud te zijn. Ja. En ik was toen ook op mijn 19e raadslid geworden. En daar was het bijna alleen maar inhoud. En ik vond dat eigenlijk leuker
dan presentator voor het Klokhuis zijn. Dat klinkt misschien heel gek. Maar ik heb bijvoorbeeld voor elkaar gekregen dat er 25 jongere woningen nu gebouwd worden in mijn dorp. Waardoor heel veel jonge mensen nog in het dorp kunnen blijven wonen. En als je dan het gevoel hebt dat je echt dingen voor elkaar krijgt... Mm-hmm. voor je vrienden, voor je omgeving... Ja, dat is gewoon heel erg leuk. Ja. En toen dacht ik, ja, misschien ben ik toch beter in politiek... dan dat ik ben in presenteren. Ja. En toen heb ik ontslag genomen bij het Klokhuis. En dat was iedereen heel erg boos. Want boos? Ik ik was de jongste presentator ooit geworden van de NTR. Dus die mensen dachten, nou, die jongen die is hartstikke blij. Ja, die hebben we nog die moet zich een beetje vereerd voelen. Maar ja, ik gaf aan, ja, ik word hier gewoon minder gelukkig van dan van politiek. Dus heel veel mensen vonden het heel gek dat ik daarmee gestopt ben. Maar ja, ik sta er nog elke dag achter, omdat ik echt het idee heb dat ik in de politiek wel iets kan veranderen. En heb je ook wel eens, want je zei net bij het Klokhuis volg ik een script. Ja. Heb je soms ook het gevoel dat je een script moet volgen in de politiek? Omdat er nou eenmaal, dit zijn de standpunten van de PvdA en daar moet je aan houden, ook als je net even iets anders vindt. Ik denk dat nooit iemand het 100% eens is met zijn partij. Dus ik denk dat ik voor 90-95% eens ben met de PvdA. Maar ik vind dat wij ons soms nog wel meer kunnen richten op jongeren. En dat we nog wat te veel partijen zijn voor de oudere generatie. Dus daar probeer ik zelf verandering in te brengen. Want ik geloof wel dat onze standpunten heel belangrijk zijn voor jongeren. Maar dat het nog wel meer naar voren kan komen. Mm-hmm. Dus ja, ik ben het er niet altijd 100% mee eens. Maar wel voor het grootste gedeelte. 95% is best veel. Ja, dat is best veel. Dus dat maakt dat je soms een discussie hebt in een fractie. Dat 8 mensen het ergens mee eens zijn en 1 iemand niet. Maar ja, je bent wel een team, dus dan committeer je aan elkaar en dan verdedig je allemaal dat standpunt. Dus dat gebeurt. Nou, ik denk dat het misschien 2 keer gebeurd is in anderhalf jaar, dat ik er zelf net iets anders over dacht. En wanneer was dat? Dat hou ik gewoon lekker voor mezelf. Ja. Dat probeer het toch. Ja. Want we hebben nu al best wel veel gehoord en ik heb hier vragen op mijn lijst staan. Maar misschien hebben jullie ook zoiets van, nou, Nu ik dit zo hoor, ben ik eigenlijk ook nieuwsgierig naar dit. Dus ik wil eigenlijk vragen van, is iemand die een vraag heeft, die hij misschien niet heeft voorbereid? Blijft stil? Oké, dan wil ik toch nog tussendoor eventjes mijn derde stelling doen. Ik denk dat we aankomende 5 jaar in vrede zullen leven in Nederland. Jurjen had er eigenlijk al kort een beetje naar gehint, toen hij zei dat hij een paar keer dacht van, nou, nu gaan we. Wie denkt, ja, de aankomende 5 jaar zullen we in vrijheid leven in Nederland? Oké, dan iedereen gaat ook meteen discussiëren, dat is goed. Volgens mij ligt de box nog ergens daar. Ik zou zeggen, gooi hem naar de jongen hier helemaal in het midden. En die gaat er nu snel zitten. Nee, vangen. Je denkt dat je in vrijheid gaat blijven leven de aankomende 5 jaar. Ja, waarom niet? Ja. Dat is dat je denkt, waarom niet? Ja, ik denk niet dat ze zomaar Nederland gaan binnenvallen. Nee. Heb je er wel over nagedacht of het een mogelijkheid zou kunnen zijn toen de laatste tijd vaak op het nieuws was over de oorlog in Oekraïne? Nee, ook niet echt. Maar als ze binnenvallen, dan komt de hele NAVO. En dan, ja, wat moeten ze dan doen? Er is niks aan de hand, ja. Je denkt, we zijn een machtig land en wij worden wel door de NAVO. Oké, wil je ook de box aan je buurman geven? Jij stond net ook. Ja, ik denk ongeveer hetzelfde als hem. Jullie denken hetzelfde? Oké. Dan wie er denkt van, nou, misschien niet, zeg maar. Misschien gaan we binnen 5 jaar, komt er iets waardoor we niet in vrijheid zullen leven. Mag ook gaan staan. Oké, dit is meer een 50-50 stelling dus. Is er ook iemand, dat kan natuurlijk ook iemand zoiets even van, ik wil heel graag vertellen waarom ik dat denk. Nee? Oké. Dan wil jij de box eigenlijk naar de vrouw voor je gooien of geven? Yes. Vertel. Ja, nou, ik denk het eigenlijk niet echt helemaal. Misschien niet zo op oorlog gericht of zo. Maar als je nou ook weer hoort dat het apenpokkenvirus eraan komt en zo. Ja, dat denk ik echt bij mezelf van. Zullen we dan weer dezelfde kant op gaan als de coronacrisis? En krijgen we dan weer het hele riedeltje? Ja. Dus komt er dan weer een prikje voor? Komt er hier dan weer een prikje voor? Straks is het straks met verkoudheid dat je met een mondkapje oploopt of zo. Omdat je anderen kan besmetten. Ja. Als je kijkt in de kinderopvang,
hoeveel kinderen er bij ons waterpokken hebben gehad. Je kon beter vragen wie geen waterpokken had. Dus het was ook heel goed geweest dat ik ook waterpokken kon krijgen. Ondanks dat ik ze al gehad had. Dus je bedoelt eigenlijk ook dat je het gevoel had van, was het nou allemaal nodig geweest, al die maatregelen? Ja, sommige dingen zijn misschien wel terecht, zoals de afstand en de ouderen. Ja, die zijn gewoon wat kwetsbaarder. En de kleinste kinderen ook. Als je de baby's van 3 maanden bij ons hebt. Daar was ik wel voorzichtiger mee. En daar was ik ook echt wel vaak. Want je werkt bij een kinderopvang? Ja. Of kinderopvang heet zo, ja. Ja, kinderopvang, ja. Nee, maar daar was ik dan wel voorzichtiger mee. Maar dan denk ik ook, was dan echt alles nodig? Mm-hmm. Want wat was een maatregel of iets wat je deed op de kinderopvang waarvan je dacht van, dit vind ik echt overdreven? Nou, ik heb een stage gelopen. Dan moest ik me elke dag testen. En ook als ik niet naar mijn stage ging, denk ik, ja, kijk, als ik niet naar mijn stage ga, heb ik ook geen reden tot dat ik iemand besmet. Mm-hmm. Kijk, als je erheen gaat, klinkt het logischer. Maar dan vond ik het ook wel weer van, gaan we niet te ver. Ja, en moest je ook elke dag testen omdat je niet gevaccineerd was? Nee, daar ging het niet heel zeer over. Maar ze wouden het wel, ja. Ik mocht zelf ook niet naar stage. En daar waren ze wel heel strikt in, want ja, ik was niet verplicht op de groep en dit en dat. Maar ja, dan vervolgens hoor je wel weer het personeelstekort in de kinderopvang, wat gewoon ontiegelijk veel is. En dan denk ik van, juist, het is wel belangrijk om dat door te laten gaan. Ja, want en niet dat je het zo moeilijk maakt voor de medewerkers. Ja, ja, snap ik. Dat. Dankjewel. Wat is je naam eigenlijk? Samantha. Samantha, dankjewel Samantha. Ja, oké. Okay. Twee onderdelen die natuurlijk naar voren komen in deze vraag. De oorlog eigenlijk, Oekraïne en Rusland. En gaat het effect hebben op Nederland? En de vrijheid die het heeft met betrekking tot, krijgen we weer een nieuw virus? Oekraïne en Rusland, denk ik dat wij vrij sterk staan met z'n allen. In Europa is de samenwerking steeds hechter geworden. Op dit moment komen bijvoorbeeld ook Finland en Zweden waarschijnlijk bij de NAVO. Dat is echt wel historisch. Dat wij waren eigenlijk landen die zeiden, wij gaan ons nooit met de oorlog bemoeien, we houden ons daar buiten. Maar dat soort landen nu ook zeggen, wij staan voor Europa en we zijn tegen Rusland. Dat betekent dat Poetin gewoon eigenlijk keihard aan het verliezen is. En dat we heel sterk staan. Dus ik geloof er wel in dat wij over 5 jaar qua oorlog hier gewoon nog in vrijheid en vrede leven. En ik geloof ook dat de Europese Unie en de NAVO daar heel belangrijk in is. En in de toekomst nog belangrijker voor ons gaat worden. Wat denk je dan dat zij kunnen doen? Waarom zijn ze? Waarom? Nou ja, we zijn gewoon met z'n allen zo'n grote macht aan het worden. De macht van de Verenigde Staten is eigenlijk wat kleiner geworden de afgelopen tijd. En China is wat machtiger geworden. En Rusland wordt eigenlijk steeds minder machtig. Poetin is gewoon bang. Daarom doet hij nu zulke gekke dingen. En Europa is een nieuw krachtenveld geworden, zeg maar. In de geopolitiek heet dat. Dus dat is gewoon de machtsverhoudingen over de hele wereld. En Europa heeft daar een steeds grotere rol in genomen. En dat is echt heel goed voor ons. En voor onze generatie de komende 100 jaar. Dus dat is echt heel goed. En als je het onderwerp wat Samantha besprak? Samantha, allereerst supergoed dat je bij de kinderopvang werkt. Dat is echt onwijs belangrijk. En mooi werk, dus heel tof. Ik denk, de kinderopvang had gewoon ook het lastige dat heel veel kinderen ook naar opa's en oma's toe gaan. Nadat ze bij de opvang zijn geweest of omdat de ouders moeten werken. Dus dat daar de maatregelen nog misschien wel wat strikter waren dan in de rest van de samenleving. Omdat die opa's en oma's natuurlijk wel heel erg ziek konden worden voor corona. En dat is voor jou dan even gewoon kloten geweest. Dat je dan nog strenger beleid hebt en dat je nog meer moet testen. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat die keuze dan gemaakt wordt bij die opvang. En dat de politiek ook zegt van ja, we moeten daar wel extra om denken. Dan voor de toekomst. Dat apenpokkenvirus, ik denk niet dat dat hetzelfde effect gaat hebben als corona. Maar het kan wel zo zijn dat er weer nieuwe virussen ontstaan. Dat is gewoon de realiteit. En ik hoop dat het veel minder erg wordt dan dat we de afgelopen 2 jaar gehad hebben. Maar we kunnen daar wat aan veranderen. We moeten bijvoorbeeld veel minder intensieve veehouderijen en veeteelt hebben. En andere manieren van fokkerijen. De meeste dingen kwamen ook bij nertsen vandaan bijvoorbeeld. Ja, dat moet je gewoon niet willen, omdat die dieren gewoon op zo'n afstand heel veel dingen met elkaar verspreiden. En dat ook bij mensen terechtkomt. Ja. Dus als we willen voorkomen dat dat ooit weer gebeurt, dat kunnen we nooit helemaal voorkomen. Maar je moet wel veel minder intensief veeteelt hebben. Zie je daar al verandering in sinds corona? Nou, ik denk wel dat eigenlijk vroeger alleen de Partij voor de Dieren ongeveer de partij was die dit de hele tijd herhaalde. Maar dat nu ook de rest van de politiek steeds meer inziet.
dat het gewoon belangrijk is, ook voor onze eigen gezondheid en niet alleen voor de gezondheid van dieren. Dus als we dat doen, kunnen we dat voor een groot gedeelte hopelijk voorkomen. Maar ik durf hier niet te zeggen dat wij deze winter niet in quarantaine moeten zitten. Ik hoop het niet. Mm-hmm. Maar ja, de realiteit is dat er nieuwe virussen nog kunnen ontstaan. Dus dat is gewoon wel kloten. Ja. Ja. Vraag uit de zaal. Ja, super. En wil je ook je voorstellen? Ik ben benieuwd, wat vind je van de inflatie? Die gaat altijd omhoog en de salarissen blijven altijd hetzelfde. Dus wat heb je voor de toekomst over 5 jaar? Ik verstond jou eerst. Oh, de inflatie. Ja. Nou, ik maak me heel erg zorgen daarover. Ik vind dat het minimumloon gewoon echt omhoog moet, fors omhoog. Het zijn toch de mensen die van het mbo afkomen, die ontzettend belangrijke banen doen. Als je ziet naar de zorg, het onderwijs, de dingen die we moeten doen in de duurzaamheidstransitie, dan zijn dat echt onwijs belangrijke banen die te weinig beloond worden. En dat zijn wel de mensen die het hardst geraakt worden door de inflatie als je je boodschappen moet doen. Dus we moeten echt ongelijk investeren, heet het eigenlijk. Dus meer juist de praktische beroepen gaan waarderen, zodat je ook minder last hebt van de inflatie. En ik vind gewoon dat er heel veel grote bedrijven in Nederland gewoon te weinig belasting betalen, terwijl wij allemaal elke keer keurig onze belasting lopen te betalen. Dus daar moeten we ook veel harder in optreden, zodat het de mensen die het nodig hebben het minst raakt. En ik maak me daar op dit moment wel zorgen over. Ook voor jullie, als jullie zometeen aan het werk zijn, of voor degenen die nu al aan het werk zijn. Ja, betaal je gasrekening nu maar. Dat is bijna niet te doen. Merk jij daar iets van de inflatie? Ja, sommige dingen zijn ze niet te betalen. Als je auto hebt en zo, dan kan je geen... je moet belasting, verzekering en nog benzine erbij betalen. Dat kost allemaal heel veel geld namelijk. En dat je rijdt zelf in de auto en je hebt gemerkt hoe duurder dat is geworden. Ja, ik rijd soms in de auto van mijn ouders. Maar ja, het is wel duur inderdaad. Ja. Ja. Dankjewel voor de vraag. Nog een vraag, een spontane vraag. Oh ja, eerst even naar achter dan. Hier? Okay. Ja. Ah, ik heb en mag vraag. Je jezelf voorstellen? Dat is ook fijn. Ik ben Mo. Ik ben Mohammed. Ik heb een vraag. Waarom we moeten bespreken over oorlog in Oekraïne en niet over Palestijn, Irak en Syrië? Hele goeie. Ja, ik ben het helemaal met je eens. We zien natuurlijk op dit moment, en ik vind het echt verschrikkelijk hier in Ter Apel, dat Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen, wat ik ontzettend goed vind. Maar dat daardoor Syrische vluchtelingen gewoon buiten moeten slapen, is gewoon echt een schande. Dat wij dat toelaten in Nederland. En er is geen Syriër iets minder waard dan iemand uit Oekraïne. En helaas is het op dit moment wel zo dat Syrische vluchtelingen gewoon de sjaak zijn doordat we Oekraïnse vluchtelingen opvangen. Die mogen nooit en ten nimmer tegen elkaar opgezet worden, want de een is niet minder, of de ene situatie is niet erger dan de andere. En dat komt gewoon omdat we in Nederland niet in staat zijn om op een fatsoenlijke manier mensen op te vangen. En ik vind dat een schande. Ik vind het echt een schande. En ik vind ook dat wij in die zin best wel hypocriet zijn. Dus als een oorlog 1500 kilometer bij ons vandaan is, dan vinden we het eens veel erger dan dat het in Syrië is, of in Palestina, of in Eritrea. Dus ja, ik vind het een schande. Ik wil me er elke dag voor inzetten dat dat anders wordt. Maar het is helaas wel de realiteit. En dat komt omdat we gewoon ook een beetje een schure rechtse politiek hebben die zo weinig mogelijk mensen willen opvangen en hulp willen bieden. Dus het is helaas de realiteit, maar ik vind dat we het nooit mogen accepteren. En Mohammed, hoe merk je dat zelf? Nou, geen idee. Geen reactie? Nee. Nou, ik wil in ieder geval mijn excuus aanbieden voor dat ik 2 keer Oekraïne heb genoemd en niet andere oorlogen, want die zijn er inderdaad ook. Weet je zeker dat je niet iets nog wilt zeggen daarover? Nee. Okay. Zijn er nog andere vragen dan hier voorin? Oh, gaan we dan eerst eventjes, want dan zijn we nog net dichterbij, helemaal naar voren. En dan gaan we hier naar voorin. Dat wordt dan heel spannend voor die gooi. Ja. Okay. U zei in het begin dat het heel belangrijk is om te gaan en staan waar je wil gaan in Nederland. En we hebben hiervoor van meneer ook net gehoord dat uw hypotheek minder kost dan de kamers van de studenten tegenwoordig. Ik heb langzaam een beetje het gevoel dat wij op een gegeven moment als studenten niet meer kunnen gaan waar we willen, omdat alles gewoon zo duur wordt.
Zo hebben mijn ouders ook in de huismarkt willen ze nu een appartement kopen waar wij dan in kunnen wonen als kinderen, omdat we anders bijna nergens kunnen wonen, zeg maar. Maar als ze een huis willen kopen, moeten ze al ver boven de vraagprijs gaan bieden om überhaupt kans te maken, zeg maar. Denkt u dat over een paar jaar dit nog erger wordt? Of dat wij op een gegeven moment wel weer een huis kunnen betalen of huren? Ja, goede vraag. En ik denk ook dat het naast klimaat het belangrijkste probleem is van deze tijd. En het is ook ontstaan door de politiek, doordat we wonen echt als een markt zijn gaan zien. Terwijl wonen, het staat gewoon in onze grondwet dat dat een recht is. Dus dat iedereen een woning moet kunnen krijgen. Maar het is zo dat er mensen zijn die hebben 15 woningen. Er zijn zelfs mensen die hebben 259 woningen. Die man die heet Prins Bernhard. Die zit bij ons in het Koningshuis. Die heeft 259 woningen. En het geld wat zij daar aan verdienen, hoeven ze geen belasting over te betalen. Dus op dit moment, als jij gewoon een woning koopt in Groningen en je doet helemaal niks een jaar lang, wordt jouw woning €40.000 meer waard. Terwijl iemand die elke dag hard werkt, gemiddeld €35.000 verdient. En we moeten gewoon mensen die heel veel woningen hebben, moeten we gewoon gaan belasten, omdat dat oneerlijk is. Het is gewoon oneerlijk dat iemand zomaar heel veel woningen kan hebben. En dat wij gewoon allemaal, ja, ik ben zelf net in staat wel om een woning te kopen, doordat ik een goede baan heb. Maar dat heel veel mensen in onze generatie dat niet zomaar kunnen. Wat daar aan gedaan kan worden, is dat we huisjesmelkers gewoon meer moeten belasten. Dat is één. En dat we veel meer sociale huurwoningen en goedkopere woningen moeten bouwen voor jongere mensen. Dus je kunt dat probleem veranderen. En ik ga er ook vanuit dat dat de komende 5 jaar beter wordt. Maar dat is niet zomaar opgelost. En hoe kijk je naar de nieuwe dingen die Hugo de Jonge volgens mij vrijdag of donderdag... Ja, Hugo de Jonge die heeft nu wel een stap gezet. Kan je vertellen ook wat hij heeft gedaan? Ja, hij gaat meer betaalbare huurwoningen bouwen. Dus echt sociale huurwoningen. Moeten gewoon 30% overal moet sociale huur zijn. Zodat ook jongeren makkelijker aan een woning kunnen komen. Dus het is gewoon een goede eerste stap. Maar het is nog niet genoeg. En wat belangrijk is, is dat we niet in Amsterdam en Utrecht gaan bouwen. Maar dat we ook in Groningen gewoon meer woningen gaan bouwen. En niet alleen zomaar woningen, maar ook gewoon zeggen, die zijn bestemd voor de jonge mensen. Zodat je niet alleen een woning kunt krijgen omdat je ouders misschien net wel dat appartement voor je kunnen kopen. Of net niet. Maar dat gewoon iedereen daar in staat toe is. En dat je niet afhankelijk bent van hoeveel geld je ouders hebben. Dat is gewoon niet eerlijk. Ja, dankjewel. Komen we bij jou. In 2 stappen gaan we deze kant op. Eerst eventjes gooien naar... Je had je volgens mij je naam niet gezegd. Misschien dan mag je dat niet doen. Iemand die is gretig de microfoon gepakt. En die gaat... Dus ga maar. Sorry. Nee, super. Ik ben Joey. U heeft het zo net over belasten, zeg maar. Maar bent u dan niet bang dat u ook de verkeerde mensen gaat belasten? Want u heeft het over huisjesmelkers en zo, en die wilt u zeg maar gaan belasten. En daar ben ik het ook met u in eens. Maar bent u dan niet bang dat zeg maar die belasting ook op de verkeerde mensen terechtkomt, waardoor het alsnog lastig wordt? Ja, dat hoeft niet. Je kunt wel echt op verschillende zaken belasten. Ik vind... een voorbeeld. Iedereen betaalt best wel veel belasting over je salaris. Maar waar we in Nederland niet zoveel over belasten en waar we veel minder over belasten, is vermogen. Dus als je al heel veel geld hebt, dan heb je altijd wel een voorsprong. En ik vind dat we in Nederland wel wat meer over vermogen mogen belasten, zodat we wat minder kunnen belasten op gewoon hardwerkende mensen die gewoon voor een salaris werken. En als we dat doen, dan is het ook een stuk eerlijker. En ja, ik vind in een samenleving waar we naar elkaar kijken, naar elkaar omkijken, dat het eerlijk is om de mensen die iets meer vermogen, iets meer verdienen, om die nog wat meer te belasten, zodat de gewone man het wat makkelijker heeft. Maar dat hoeft niet altijd per se op salaris te zitten. Want ja, als je gewoon heel hard werkt en gewoon net wat meer verdient, mag dat ook lonen. Maar dan moet je bijvoorbeeld wel weer meer op vermogen belasten. En iets wat vermogen is, zijn bijvoorbeeld woningen. Dus dat is wel iets dat je echt heel specifiek de juiste groep bereikt. En dat kan gewoon, maar daar moet je wel heel goed over nadenken. Dus ik vind wel terecht dat je die vraag stelt. Ja, dan mag je naar voren, geloof ik. Toch? Wie de vraag? Ja? Tweede vraag. Ik was benieuwd of je weinig wordt gedaan aan nieuwe huizen bouwen, omdat er weinig grond is, of niet heel veel ruimte, of niet heel veel geld daarvoor is. Ja, ja, je kunt verschillende dingen doen. Op dit moment is er te weinig grond in handen van
de overheid en bijvoorbeeld de gemeente Groningen, waardoor het moeilijker is om te bouwen. Maar je ziet bijvoorbeeld dat heel veel meer mensen thuis zijn gaan werken. Dus dat er best wel veel kantoorpanden leeg staan. Dan kun je heel makkelijk kun je gewoon jongere woningen inbouwen. Kun je heel veel verschillende appartementen inbouwen. Dus dat is een manier. En ik vind gewoon dat er heel veel meer grond opgekocht moet worden voor woningbouw. Er zijn heel veel boeren die de komende tijd gaan stoppen in Groningen. De gemiddelde boer is 59 jaar oud. Dus er zijn ook heel veel mensen die gewoon vrijwillig gaan stoppen. Daar kunnen we gewoon prima woningen bouwen voor jonge mensen. Dus het kan gewoon. Het is gewoon een politieke keuze die te weinig gemaakt is de afgelopen jaren. En dat moeten we nu inhalen. Dus ja, er is genoeg mogelijkheid om echt meer woningen te bouwen. Er is hoop. Maakt dat niet weinig voedsel als je gewoon minder boeren gaat stoppen? Nou, in Nederland, ik ben zelf ook boerenzoon, dus ik vind echt boeren ontzettend belangrijk. Maar 70% van wat wij produceren in Nederland gaat naar het buitenland. Dus wij hoeven in Nederland echt niet in te zitten over onze eigen voedselvoorziening. Dat komt echt helemaal goed. Ja. Dus wij hebben daar genoeg mogelijkheden en ruimte om meer woningen te bouwen en minder te boeren. Ja, oké. Okay. Jij had al heel lang een vraag en daarna kunnen we ook weer naar de andere vraag toe, of niet? Ja. Oké. Ja, ik mag misschien ook wel even gaan zitten. Hè? Doen jullie ook. En stel je voor, ja. Alsjeblieft. Ik heb eigenlijk nog twee vragen. Ik zal ze alle twee stellen. Ja? De eerste is, er komen steeds meer politieke partijen. PvdA die daalt steeds verder. Misschien gaan ze verder met GroenLinks. Ja. Maar stel je voor dat de PvdA nog kleiner wordt en ze gaan niet verder met GroenLinks. Wat zijn dan de ambities voor u? Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is, u heeft geluk gehad dat u als baby opgehaald bent door een Nederlands gezin. Hè? Dus u hebt het goed. Een ander voorbeeld is geweest van een marathonloper. Dat is ook een Nederlander, dat is Abdi Nagé. Misschien kent u die? Ik ken hem. Ja, ik heb het boek gelezen. En die is op jonge leeftijd is hij zelf gereisd van Ethiopië naar Nederland. Uiteindelijk is hij weer teruggekomen, ook in Ethiopië. En hij heeft opnieuw weer een reis gemaakt naar Nederland. En hij is nu de beste marathonloper van Nederland, hè, waar we trots op zijn. Maar hij doet nog heel veel. Hij gaat heel vaak weer terug naar Ethiopië. Hij regelt geld voor zijn familie. En dat heeft u niet. Maar heeft u ook nog weer de drang om weer terug te gaan, uw familie op te zoeken of om daar iets te betekenen in Ethiopië? Nu zit ik alweer even na te denken wat de eerste vraag is. Ja, we beginnen maar met de tweede, dan herhaal ik zo meteen de eerste vraag. Abdi Nagaye, dat is echt een held. Naast Sivan Hassan, komt ook nog uit Ethiopië, ook een heel mooi voorbeeld. Ik ben zelf 3 jaar geleden voor het eerst weer terug geweest naar Ethiopië met mijn broertje, ook geadopteerd en mijn beide ouders, omdat ze 30 jaar getrouwd waren. En toen zijn we ook teruggegaan naar de plek waar ik de vonding ben gelegd en ook naar mijn oude weeshuis. En je moet je voorstellen dat er zo'n boek op tafel lag. En op elke bladzijde stonden 50 kinderen die daar geweest zijn. En voor sommige kinderen hun naam stond een kruisje. Dus dat betekent dat ze overleden waren op die plek. En op een gegeven moment bladeren kwam ik mijn eigen naam ook tegen. En dat is best wel heftig. Dat je dat ziet. Dat je realiseert je te weinig af en toe van, hè, waar ben ik vandaan gekomen en hoe is die geschiedenis nou geweest? Dus dat was voor mijzelf ook wel confronterend. En dat was ook het moment dat ik dacht, ik wil de politiek in. Want ik ben het gewoon verplicht tegen al die kinderen waar een kruisje voor op een naam stond. Dus ik dacht, ja, de plek die ik heb gekregen, ja, ik moet het wel terugdoen. En dat terugdoen is tot nu toe alleen in Nederland geweest. Maar ik zou het heel mooi vinden om ooit ook een keer wat te doen in Ethiopië. Misschien een school opzetten als ik daar genoeg geld voor zou hebben, of op andere manieren. Dus ik droom er wel van om daar later nog wat te doen qua goede doelen. En ik wil heel graag zo snel mogelijk ook nog een keer terug. En dat is heel bijzonder geweest om echt te zien dat je in zo'n weeshuis, dat daar gewoon nog allemaal kinderen liggen. Er lagen gewoon 50 couveuses nog. Elke dag worden die kamers weer gevuld met allemaal kinderen. En ik was daar eentje van. En ik ben goed op een goede plek terechtgekomen. Maar dat was helaas voor heel veel mensen niet het geval. Ja. Dankjewel. Als je misschien heel kort kan antwoorden op de eerste vraag, dan vind ik het wel fijn om nog wel even het laatste woord te geven aan een leerling die al net met de vingers in het hoofd zit. De eerste vraag was eigenlijk PvdA en GroenLinks moeten ze fuseren. Nou, ik hoop sowieso dat de PvdA het wat beter gaat doen.
Het is de afgelopen tijd niet zo heel goed gegaan. En we staan in de peilingen nog steeds niet heel veel hoger dan dat 9 zetels. En dat vind ik gewoon wel ontzettend jammer. Omdat ik denk dat linkse progressieve politiek, waar je kijkt naar klimaat, duurzaamheid, maar ook elke keer kijkt, kunnen mensen de rekening wel betalen? Dat gewoon ontzettend belangrijk is. En ook voor de toekomstige generaties. Dus ik maak me daar zorgen over dat wij daarin vrij klein zijn. En ik vind het goed om meer samen te werken met GroenLinks. Ik geloof daar ook in. Ik geloof er echt in dat de sociale kwesties, kan iemand wel een huis betalen, kan iemand een gasrekening betalen, en duurzaamheid, dat dat gewoon met elkaar verbonden is. En dat in 21 of 20 fracties die er nu zijn in de politiek, dat dat gewoon helemaal nergens op slaat. Dat mensen veel meer moeten samenwerken. En ik denk dat PvdA en GroenLinks heel natuurlijk dat met elkaar kunnen doen. Dus ik geloof dat daar toekomst in zit. En daar wordt misschien de komende tijd ook een eerste stap in gezet. Om daar meer in samen te werken. Dus ik denk dat dat ook een antwoord is op de problemen die linkse politiek op dit moment heeft. Namelijk gewoon te weinig macht. Dus ik denk dat daar heel veel toekomst in zit. Maar ik vind ook dat de PvdA zelf gewoon een goed verhaal heeft. Dus leden mogen daar dan over stemmen. Hè? Of we dan meer gaan samenwerken met GroenLinks. Mocht dat dan niet gebeuren, dan denk ik dat er genoeg perspectief is. Maar ik moet daar elke dag heel hard aan werken. Oké. Nou, nog snel eventjes de laatste vraag. Ja, dankjewel. En wil je ook je naam zeggen? Ja, ik ben Farshad. Mijn vraag is, hoe ziet u de inflatie voor de komende jaren? Als we nu bijvoorbeeld kijken, misschien, want die vraag is al geweest. Oh. Dus daarom denk ik dat het heel erg goed is als je zelf vertelt, zeg maar, hoe jij die inflatie beleeft. Ik vind eigenlijk, als we kijken naar de vorige jaren, zien we dat vanaf deze jaren de prijzen steeds omhoog gaan. Bijvoorbeeld als je 1 jaar geleden een pakje melk kocht voor 1,50 bijvoorbeeld, koop je nu ineens voor 2 euro, 2,50 euro een pakje melk. En je ziet ook dat de inflatie stijgt. De laatste cijfers zijn ongeveer 7% gestegen. Dat is best wel hoog voor de inflatie. En volgens de regering wordt daar iets. Doet de regering daar nog iets tegen? Ja, mensen worden wel meer gecompenseerd, bijvoorbeeld voor de energierekening. Maar wat daar wel interessant aan is, is dat er 1 groep niet gecompenseerd wordt. En dat zijn de jongeren tot en met 23 jaar. Dus iedereen in Nederland wordt gecompenseerd met 800 euro, behalve jonge mensen. En dat is wel weer echt tekenend van hoe de politiek jonge mensen vergeet. Want Samantha, die bij de kinderopvang werkt, die moet gewoon ook haar energierekening betalen. En die is misschien niet 23 of ouder dan 23, maar het is wel net zo belangrijk voor haar als voor iemand die wat ouder is. Dus dan zie je gewoon weer dat de politiek jonge mensen helaas te veel vergeet. Dus ik vind dat we echt meer compenseren moeten, ook voor jonge mensen. En dat zit hem echt in het minimumloon, zorgen voor betaalbare huizen. Maar ik maak me daar wel zorgen over. En ik denk dat het de komende jaren helaas, in ieder geval het komende jaar, nog wel een stukje erger gaat worden. En daar moet wel wat aan gedaan worden. Ja, ik denk dat het wel goed is dat 2 keer zo'nzelfde soort vraag is gesteld, omdat je dan door hebt hoe erg dat iedereen zorgen baat. Ja. Dan wil ik voor nu dit afsluiten. Dan heb ik even een paar mensen die ik moet bedanken, of eigenlijk partners. V-Fonds, VSB-Fonds, MBO-raad en ROC Top natuurlijk. En ik wil vooral jullie heel erg bedanken. Ik vond het echt heel fijn om hier te zijn. Mijn geboortestad waar ik ben opgegroeid. Ik voelde me thuis, was leuk. Jullie hebben goede vragen gesteld en leuk ook dat de vragen vanuit jullie kwamen op een spontane manier. En natuurlijk een hartelijk applaus voor het Tweede Kamerlid Hafsa Moederhoofd. Dank jullie wel. En ook bedankt dat jullie de moeite hebben genomen hier om hier op maandagochtend te zitten. Ik weet zelf ook, toen ik student was, dat soms best wel even een stap is om je daarin te interesseren. En dan komt er ook nog een politicus. Maar fijn dat jullie echt aandacht hebben besteed. En ik wilde jullie nog 1 boodschap meegeven. En ik vind dat mbo-studenten gewoon veel te weinig gewaardeerd worden op dit moment. En ik hoop dat jullie nooit laten vertellen dat jullie minder zijn dan iemand die op de uni zit of op het hbo. Want jullie gaan de komende tijd de samenleving vormgeven en een duurzaamheidstransitie aanpakken, de problemen in de zorg en het onderwijs oplossen. Dus heel veel succes daarmee en ik geloof erin dat het met jullie helemaal goed gaat komen. Dank jullie wel.